Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van TTM TV. DAF bestaat dit jaar 90 jaar. In 1928 begon meneer Huub van Doornen hier een smidse, een smederij. En dat was het begin van de DAF aanhangwagenfabriek, de machinefabriek. Hier begon het. En weet je waar dit was? En daarom heb ik hier een biertje staan. Dat was in het hoekje van de plaatselijke brouwerij. Dus ik zou zeggen, veel plezier bij dit vlog. Blijf kijken en proost DAF op de volgende 90 jaar. We hebben gisteren natuurlijk een kijkje genomen in het DAF Museum, maar ja, daar waren we wel eens vaker geweest. Maar vandaag zijn we buiten, het is fantastisch weer en kijk, hier staat de hele DAF-historie. En daar gaan we vandaag mee rijden. En dat is dus echt ontzettend gaaf, ik heb er echt onwijs zin in. En ik zal even omkeren, het is niet alleen oud, maar ook nieuw. Dus de hele 90 jaar komt aan bod. We zitten in de DAF 7-streper, een historische DAF, eigenlijk de eerste echte DAF-truck. Ja, het is echt fantastisch om te rijden. Vier versnellingen, niks is bekrachtigd natuurlijk, maar man. Ik zou eigenlijk willen dat ik gewoon 20 jaar eerder was geboren en had ik dit mee kunnen maken, of 30 jaar eerder. Fantastisch. Zie je mijn spierballen? Geen stuurbekrachtiging, niks. Officieel is dit de DAF A1300P. En de P staat voor de Perkins diesel die we erin hebben. Die ligt hieronder en die kan je ook goed horen trouwens. We rijden met de DAF A13DA. Ik hoop dat je me kan horen, het lawaai van de motor. Een DAF torpedo truck. Vier versnellingen. Dus dat is lang geleden dat ik weer een versnellingsbak reed. Die niet die handgezakeld was. Het is wel een belevenis hoor. Ik kan je niet voorstellen dat ze vroeger altijd zo reden. Ze hebben hier op de DAF-testbaan ook bijbehorend wegdek. Uit de jaren 50. Dus we schudden alle kanten op. En we hebben geen luchtvering. Deze fraaie betonauto is een DAF A1902DS uit 1968. En dat DS staat voor de motor, de DS575. De allereerste DAF motor met turbocharging. En ja, die had dus ineens 155 pk. Nou, ik wil wel eens even kijken hoe dat dan rijdt. Ja, dan kan je wel merken dat deze auto een turbocharger heeft. En weer power in. Gaat goed voelen, weer koppelen op. Ik heb alleen wel een dubbel klutje. Dat is echt iets helemaal nieuws voor me, dus daar moet ik heel erg aan wennen. Welkom in de DAF FA 2600. Nou, dit was een echt een baanbrekende truck, want het was eigenlijk de eerste echte DAF die geschikt was voor internationaal transport. Nou ja, ik zal even opzij gaan. Dan kan je ook zien dat dit echt een, nou ja, hier kon je op weg, een bed. Hier is nog een bovenbed geloof ik zelfs. Gordijntjes, dus je kon er echt je eigen huis van maken, zoals ja, je bijna met alle internationale trucks tegenwoordig kan. Achter het stuur, Roland Slenders,
Deze truck is van Slenders. En als je het TTM Alarm leest, we hebben nog nooit een video gehad, maar wel in het blad, is deze truck wel eens eerder geweest in onze rubriek Sentimenteel Materieel. Dit is echt nostalgie. Een DAF-voorbeeld 1964. Deze had mijn opa, dus ik ben echt vereerd dat ik vandaag achter het stuur mag zitten. En we gaan rechtsaf. Oh, dat is die rechtsaf, denk ik. Ja. Oh, wat vind ik dit leuk. Ja. 6% helling, gaan we ook nog proberen. Zoals ik hem gewend ben, midden jaren 90, deze komt uit 1995, de DAF 95 met 507 pk. Weliswaar een handbak, maar zo gesynchroniseerd dat ik ook als niet-techneut er goed mee om kan gaan. En wat wel mooi is, is dit is de Super Space Cab, toen een revolutionaire cabine. En ja, het mooie is dat de cabine in de basis eigenlijk nog steeds hetzelfde is als met de moderne XF van nu. En dat zegt ook wel wat over de kwaliteit. Nou, dit is dan wel een auto uit 1995, maar de techniek, ja, het is niet helemaal zoals vandaag. Maar het voelt heel erg modern aan. Nou ja, de XF en de CF hebben natuurlijk eerder dit jaar en vorig jaar al even gereden. Dus die laat ik even buitenwege nu, maar kan het nog moderner? Dat wil ik wel even zien, dus eens kijken wat ze hier nog meer op het terrein hebben staan. Over toekomst gesproken, we kunnen rijden met de DAF Convenient. Een hybride auto, net als de EcoChamps. Maar het verschil is dat deze, en dat hoor je, helemaal elektrisch kan wegrijden. 6 kilometer is mogelijk, geheel elektrisch. En dan gaan we geheel elektrisch. Zo super handig als je in de binnenstad of in regionaal gebied moet zijn. In milieuzones kan je gewoon naar binnen met deze DAF Convenient. Verschil met de EcoChamps is dat die natuurlijk wel helemaal is opgebouwd uit de meest optimale hybride componenten. Dus de EcoChamps is misschien 10% duurder dan een conventionele truck. Maar deze is veel duurder. Ik durf niet eens te vragen hoeveel. Dit is ook een stuk toekomst, de Eco Twin. We rijden nog niet heel dicht op elkaar, maar dat komt straks nog wel. Straks rijden we op 11 meter afstand. En er zit dus maar een halve seconde tussen. Zo ziet dus de toekomst van het transport eruit. In ieder geval het uitzicht van de chauffeur op 11 meter afstand. En zo zijn we in een paar minuten tijd door 90 jaar geschiedenis van DAF gewandeld. Van deze oude kikkerdaf hier achter me. Via moderne aandrijflijnen, via oude motoren, spraakmakende techniek. Helemaal tot weer terug in deze tijd. Tot bij deze XF, Truck of the Year 2018. En er staan hier in het DAF Experience Center nog veel meer moderne trucks. Ik zeg dankjewel voor het kijken naar dit vlog van TTM TV. Geef een duimpje als je het leuk vond. En ik zie je graag een volgende keer. Hoi!